Hallo, mijn naam is Carmen Veldhuis, financieel directeur van Vodafone Nederland. Welkom op ons stakeholderplatform InTouch. Terugkijkend op afgelopen jaar hebben we een uitdagend en spannend jaar gehad. Met als een van de hoogtepunten de aankondiging van de fusie tussen Ziggo en Vodafone. Met deze fusie kunnen we mobiele en vaste diensten nog beter met elkaar combineren en kunnen we onze klanten voordelen en meer innovatie aanbieden. En als we dan kijken naar onze financiële prestaties van afgelopen jaar, dan hebben we onze eigen ambitieuze doelstellingen net niet gehaald. Maar het goede nieuws is dat onze omzet gestabiliseerd is en dat we marktaandeel aan het winnen zijn in deze zeer competitieve markt. Maar het gaat niet alleen om de financiële resultaten. We willen ook voortgang zien op onze 5 strategische pilaren. Allereerst a great place to work. Wij hebben verbeteringen laten zien op onze managerindex en medewerker NPS. Daarnaast hebben we een nieuw opleidingsprogramma geïntroduceerd voor onze managers en hebben we vrijwilligerswerk gedaan samen met het Rode Kruis. Dan easiest place to do business. Wij hebben voor onze klanten vele verbeteringen doorgevoerd. Veel aandacht besteed aan onze digitale strategie met als gevolg een nieuwe My Vodafone app voor al onze klanten. Voor onze zakelijke klanten hebben we OneNet Express gelanceerd. Dan Build for the Future. Die ging dit jaar over verbeteringen aan ons mobiele netwerk. Wij hebben daar gewerkt aan onze 4G en 4G+ dekking in Nederland. Als gevolg daarvan hebben we verbeteringen gezien op onze netwerk NPS. Daarnaast is Vodafone als eerste telco CO2-neutraal. En als we dan kijken naar ons merk, dan hebben we afgelopen jaar een aantal zeer succesvolle campagnes gehad. Onze brand consideration is gestegen. Aanvullend hebben we een nieuw thema geïntroduceerd, Powerful Connections. Daar zitten een paar mooie verhalen onder. Eén daarvan is het verhaal van onze tweelingzussen Gerry en Truus, die elkaar na 26 jaar voor het eerst weer zagen. Eerst via een videoconnectie en later live op kerstavond op de Nederlandse televisie. En tot slot onze reputatie. Wij hebben gewerkt aan het vertrouwen van onze klanten en stakeholders. Als gevolg daarvan zijn onze trustscores verbeterd. Al met al kijken we terug op een goed jaar. Maar er zijn natuurlijk ook nog zaken te verbeteren voor de toekomst. Een van de dingen is het verbeteren van onze diversiteit in alle lagen van ons bedrijf. Daarnaast hebben we vorig jaar een nieuw IT-systeem geïmplementeerd, Unify. Daar gaan we dit jaar de vruchten van plukken. We gaan natuurlijk verder met het voorbereiden van onze fusie tussen Vodafone en Ziggo. En als laatste en meest belangrijker leggen we meer nadruk en focus op de klant. We willen het simpeler, transparanter, toegankelijker en leuker maken voor onze klanten. Samenvattend belooft het weer een leuk en uitdagend jaar te worden. Kom af en toe kijken op deze site om op de hoogte te blijven van onze laatste ontwikkelingen of om feedback te geven. Stay in touch!